Goedenavond. Ons land stuurt extra militairen naar de luchthaven van Kabul in Afghanistan. Meer dan een maand na de overstromingen is nog altijd niet alle schade aan de spoorlijnen hersteld. De Yellow Tigers stunten tegen Rusland op het EK volleybal. Welkom. Ons land heeft vandaag opnieuw 280 mensen veilig kunnen overvliegen van de Afghaanse hoofdstad Kabul naar Islamabad in buurland Pakistan. 240 van hen zijn Belgen. Voor morgen heeft Defensie nog eens 6 vluchten aangevraagd. Al is het nog niet zeker of die ook alle 6 zullen kunnen doorgaan. Ons land stuurt ook extra militairen naar de luchthaven van Kabul. On a actuellement sur place plus d'une centaine de militaires. Nous profitons à chaque fois aussi des vols à vide de la Belgique vers Islamabad pour renforcer notre effectif sur place, dans la zone. Nous nous préparons toujours, c'est le but de la défense, et nous évaluons toutes les options possibles avec les pays partenaires. De geëvacueerden die in Islamabad zitten, moeten nadien in ons land geraken. En vanmorgen is dat voor het eerst ook gebeurd dankzij vluchten die geland zijn op de luchthaven in Melsbroek. Alles samen zaten daar 226 mensen op, vooral Belgen en ook hun familieleden. Ze werden meteen naar de kazerne van Peuty bij Vilvoorde gebracht, waar hun identiteit wordt gecontroleerd en waar ze ook een coronatest ondergaan. Rond 8:30 vanmorgen landt het eerste vliegtuig met geëvacueerden op de luchthaven van Melsbroek. Aan boord voornamelijk Belgen die dit weekend uit de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn gehaald. Opvallend ook veel kinderen. Ze worden meteen met bussen en onder politiebegeleiding naar de kazerne van Peuty gebracht. Daar staan familieleden al ongeduldig te wachten. Een vader wacht op zijn vrouw en kinderen, een jongen op zijn mama. Ongeduldig, maar vooral opgelucht. Ik ben echt heel blij. Ik was echt al een paar dagen aan het denken van echt emotioneel wanneer die eruit ging komen. En het waren ook een paar echt heel moeilijke dagen. En ik ben nu echt eindelijk echt blij dat die er nu is. Oh, I'm feeling like someone gave me my children. They would die and they give me back. Oh, now that they're alive. Rond 10:00 landt ook het tweede vliegtuig in Melsbroek. Aan boord 33 passagiers. In totaal zijn vandaag dus 226 mensen terug in België. Allemaal ondergaan ze een extra veiligheidscontrole en een covid-test in de kazerne van Peuty. En daarna mogen ze naar huis. Ik voel me goed hier. Hè? Dat is heel verschil. Dat is heel gevaarlijk was dat. Ik voel dat mijn lichaam alles kapot was daar, echt waar. Beide geëvacueerden die vanmorgen in ons land zijn aangekomen, zaten ook een aantal niet-Belgen. Onder meer 4 Afghanen die voor het Belgische leger hebben gewerkt en hun gezin. En daarnaast waren er ook enkele mensen bij die verbonden waren aan een Afghaanse NGO. Zij vragen nu officieel asiel aan. Er zijn ook wel, en ik heb het geluk gehad om ermee te mogen spreken, een aantal mensen die als fixer of als tolk aan de slag waren en die onze militairen ooit in Afghanistan geholpen hebben. En ik ben vooral blij om te kunnen vaststellen dat ondanks het feit dat het heel moeilijk was om tot in de luchthaven te geraken voor mensenrechtenactivisten en voor tolken, dat van die twee groepen dat er wel mensen vandaag hier actief zijn. En dus dat is het teken dat er toch misschien wel wat mogelijk is. En we hopen dat dat de komende dagen nog verbetert. In ons land zet de evacuatiemissie voort. Vannacht vertrekt er opnieuw een vlucht met geëvacueerden naar België. Die vlucht zou maximaal 250 mensen kunnen meenemen. En er zit ook veel druk op de evacuaties, want die zouden afgerond moeten zijn voor 31 augustus. Volgens de Amerikaanse president Biden is het bijna onmogelijk om tegen die deadline iedereen die weg wil uit Afghanistan op een vlucht naar elders te zetten. Biden sluit dan ook niet uit dat er ook na 31 augustus nog evacuaties zullen gebeuren. Maar volgens de woordvoerder van de Taliban kan er van een verlenging geen sprake zijn. Hij zei dat in een interview met de Britse zender Sky. The US or the UK wanted to extend the 31st of August deadline in order to continue evacuations out of the country. Would you agree to that? No. Why not? This is something
you can say it's a red line. President Biden announced this agreement that until 31st of August they would withdraw all their military forces. So if they extend it, that means they are extending occupation. De westerse landen willen daarom zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen uit Kabul weghalen. De voorbije dagen gebeurde dat met succes, want gisteren alleen al zijn meer dan 16.000 mensen geëvacueerd. Militaire toestellen vliegen af en aan, volgeladen met mensen die zo snel mogelijk uit Afghanistan weg willen. Op het terrein van de luchthaven raken is nog het grootste probleem, zegt een Belgische Afghaan die intussen wel is kunnen ontkomen. Ik ben gesprongen in die water. Dus... Ik was binnen gesprongen in deze situatie. Dus dat is de IB Gate. Het is echt moeilijk. Aan de toegang tot de luchthaven controleren Belgische diplomaten het paspoort van wie zich aanmeldt. Wie geldige papieren heeft, mag binnen, zoals deze man. Have a seat. Thank you. Hallo. We hebben 3 dagen hier gebleven. Maar nu hebben we het ons weer in de tong zitten. Lam. 4 uur gaan we komen. Hier moeten we zitten nu. De horeca-uitbaters in Brussel zijn er niet over te spreken. De beslissing van het Brussels gewest om de coronamaatregelen voor de horeca niet te versoepelen vanaf september, zoals dat wel in Vlaanderen en Wallonië het geval is. In Brussel ligt de vaccinatiegraad dan ook lager dan in de rest van het land. Voor de caféhouders is dat opnieuw een serieuze domper. Sfeer genoeg op het Sint-Katelijnenplein in Brussel, maar in de cafés rond het plein is er minder reden om te feesten. Nu Brussel heeft beslist dat er geen versoepelingen komen, voelen de horeca-uitbaters zich benadeeld. We hebben ventilatie, we hebben luchtcirculatie, we hebben de plexischermen. Ik ben er ook zeker van dat als we een enquête zouden doen tussen ons cliënteel, dat we met een vaccinatiegraad zitten die veel hoger is dan het gewenste minimum om te komen tot bijkomende versoepelingen. En toch worden wij mee in dezelfde put gesleurd. En dat is niet, ik vind dat niet oké. Okay. Bij de caféhouders is er veel kritiek te horen op de Brusselse overheid. Die zou te traag zijn. Ook in Café Afligem wil ze zo snel mogelijk weer mensen aan de toog. Dat er niet versoepeld wordt, is opnieuw een streep door de rekening. Toch houden ze de moed erin. We zijn er nog. We hebben er nog zin in. En we zijn schulden aan het afbetalen in plaats van ze te maken. Maar ja, spijtig genoeg gaan we iets langer moeten wachten. Laat ons hopen dat de politiek wakker schiet. En dat ze de wachttijd zo kort mogelijk kunnen halen, toch. Voor ons ook. 1 september komt dichterbij, de start van het schooljaar en ook in het deeltijds kunstonderwijs. Daar zullen de leerlingen weer naar de academie kunnen gaan zonder mondmasker, net zoals op school. Voor kinderen jonger dan 12 verdwijnen ook alle beperkende maatregelen. 12-plussers en ook cursisten in het volwassen onderwijs moeten ook geen mondmasker meer dragen als ze zich verplaatsen in hun eigen klas. Ook dansen en toneelspelen zal weer mogelijk zijn. En voorstellingen en toonmomenten zullen weer kunnen doorgaan volgens de regels zoals die in de cultuursector gelden. De wateroverlast van een maand geleden heeft veel schade veroorzaakt in ons land. En ook verschillende spoorlijnen in de getroffen regio waren zwaar beschadigd. Tegen begin oktober zouden al die spoorlijnen hersteld moeten zijn. De meeste verbindingen zijn intussen al gemaakt, maar op sommige plaatsen zijn spoorwegbruggen volledig weggespoeld en daar duurt het herstellen daardoor langer. Zoals we kunnen zien is er hier een kleine rivier, maar omwille van de grote overstroming is het water gestegen, boven de brug gevallen, binnen de tunnel. En dat heeft natuurlijk grote schade veroorzaakt voor de brug die is achter ons. De brug ligt op de drukke lijn tussen Oostende en Eupen. Het zal nog enkele weken duren om ze te maken. En om het werk sneller te laten gaan, wordt een deel van de oude brug gerecupereerd. On n'a pas de temps pour le reconstruire de nouveau. Il est un peu abîmé. On va le réparer sur place. Ensuite, quand la culée sera remontée, on prend le vieux pont ici et on le remet réparé sur les culées et la pelouse. 6 weken na de overstromingen zijn de meeste spoorlijnen weer hersteld. Er waren 26 plaatsen met problemen. 23 zijn al opgelost en er zijn nog werken hier tussen. Pepinster en Spa.
Op dit stuk is het talud onder de spoorlijn helemaal weggespoeld. Er moet nu eerst in de rivier met rotsblokken een weg worden aangelegd om die weer op te hogen. Ja, dat gaat nog natuurlijk tussen 5 en 6 weken nemen. Het is zeer moeilijk. Het is moeilijk bereikbaar. Veel werk. We hebben veel kranen nodig. Dus het is een grote project hier. Het meeste werk is volgens Infrabel sneller klaar dan gepland. Houses are washed away, knocked off foundations, just totally gone. Still people missing. Lots of cars are smashed up and gone. Ja, de materiële schade is groot en de zware overstromingen in de Amerikaanse staat Tennessee in het zuidoosten van de VS hebben ook al aan zeker 22 mensen het leven gekost. Reddingswerkers gaan nu van deur tot deur en zoeken tussen het puin nog naar tientallen vermisten. Nog nooit is er zoveel regen gevallen in de staat. De ontreddering is groot in Tennessee. In Humphreys County viel 43 centimeter regen op minder dan 24 uur tijd. Nog veel meer dan wat al voorspeld was. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. De schade is immens. I mean, it's a total loss. We had about 6 feet of water inside the restaurant. All the equipment, everything has been destroyed, flipped over, washed out. We've got stuff from other businesses that are actually washed into our place with the windows smashed out. But it's totally destroyed. There's nothing salvageable. Wegen, auto's en zelfs huizen zijn weggespoeld. De overstromingen hier in het zuidoosten van de Verenigde Staten zijn veroorzaakt door een ongeziene regenval. There's been a record number of inches of rainfall over Saturday, Friday night and Saturday morning that created devastating flooding in this community. Tremendous loss of life, a number of missing people on the ground, homes washed off their foundations, cars strewn around the community. It is a devastating picture of loss and heartache. De Amerikaanse president Biden heeft hulp beloofd aan de gouverneur van Tennessee. Op de Europese kampioenschappen volleybal voor vrouwen hebben onze Yellow Tigers voor een stunt gezorgd door Rusland te kloppen met 3-2. Nochtans zag het er na een uur heel slecht uit voor de Belgen bij een 0-2 achterstand. De licht geblesseerde Brit Herbots kan dan toch starten. De Belgen beginnen sterk, lopen uit tot 12-6, maar dan stokt de machine. Eerst laten de Yellow Tigers 4 setpunten liggen. Rusland neemt over en wint de eerste 2 sets met 29-31 en 21-25. Het ziet er dan somber uit, maar de armada van Gert van den Broek gaat plots een stuk steviger serveren en dat loont. De Yellow Tigers winnen sets 3 en 4 met 25-13 en 25-22. Een eerste doel is bereikt. Maar misschien zit er nog meer in, want ook de Russische vrouwen beginnen fouten te maken. Het wordt een strijd op het scherpst van de snee. In een nagelbijter wint België ook de 5e set met 15-11. Dit is een stunt van formaat tegen wereldploeg Rusland. Zij beginnen ook foutjes te maken in receptie en zo, waardoor wij ook vertrouwen krijgen. En ja, ik denk dat we gewoon mooi hebben doorgeduwd. En zo hebben we het toch tot een goed einde kunnen brengen. Nu moeten we ook onze laatste 2 groepsmatchen nog winnen tegen Bosnië-Herzegovina en Frankrijk. Hallo! Hallo! Joe! Ik ben er weer. Ik had een rotdag. Momentje! Er is een indringer gesignaleerd in onze sector. Ja, in het Nederlandse Sluis is vanavond het Zeeland Nazomerfestival van start gegaan. Een openluchttheaterfestival, zeg maar. En de openingsvoorstelling, Grenspaal 369, is meteen brandend actueel. Want hoewel het stuk een jaar geleden geschreven is, gaat het over vluchtelingen. Het zoute water in mijn longen. Ik kijk de dood in de ogen. In Grenspaal 369 spoelt een vluchteling aan. Een vrouw neemt haar in huis. Haar man, die grenswachter is, is daartegen. De voorstelling vertelt hoe complex een vluchtelingenverhaal kan zijn. Aan elke beslissing zit een goede en een slechte kant. En als dat in ieder geval al teweeg kan brengen dat er mensen erover na gaan denken en dat het een discussievorm kan worden, een
een positief ingestelde discussie, dan denk ik, dan hebben we ons doel bereikt. Het stuk wordt, niet toevallig, gespeeld in grensgemeente Sluis. Actrice Maaike Boerdam is hier opgegroeid. Nooit heeft ze die grens echt gevoeld, tot aan de coronalockdown. Er werden echt containers en hekken gezet dat je er niet meer langs kon. En, een stukje verder aan de officiële grens stond de politie ineens weer te patrouilleren. En het is zoiets iets vreemds dat er ineens weer echt grenzen zijn. Ik ga even douchen, ik voel me wat zweterig. Nee, wacht even. Niet alleen in Sluis, maar op verschillende bijzondere plaatsen in Zeeland zijn er de komende dagen openluchtvoorstellingen te zien. En ik denk ook dat de mensen niet alleen een mooie theatervoorstelling zien, maar ook een plek ontdekken die ze niet kennen. Dus wij brengen mensen ook op plekken in het landschap waarvan ze denken van, oh, we wisten niet dat Zeeland ook dit had. Het Zeeland Nazomerfestival loopt nog tot 4 september. Het weer dan. We hebben een bewolkte dag gekregen met vooral in het westen wat zon. Vannacht wordt het vrijwel helder, bij minimaal tussen 7 en 15 graden. Morgen krijgen we zon en ook wolkenvelden. Blijft droog dan, bij maximaal tot 22 graden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit journaal. Ik wens u een rustige nacht en heel graag tot morgen. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.